Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je kolkje herken ik meteen. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Welkom bij Delfshaven TV. In het Noose pandje kun je aanschuiven voor de maaltijd bij tante Corrie. Ik ben Younes, ik werk hier voor tante Corrie. Wij doen hier voornamelijk het aanschaffen maaltijden. Wat houdt het allemaal in? Nou, dat er mensen uit de buurt hier voor een kleine bedrag, want 3 gaan we nu voor 3,50, kunnen aanschuiven. Tante Corrie, wat doet dat allemaal? Tante Corrie, dat is eigenlijk een Rotterdamse naam. Dus we zochten een Rotterdamse naam en het heet nu tante Corrie, dat is echt Rotterdams. Wat ze doen is, een bepaalde doelgroep, zeg maar, klussen. Wassen, stomen, als er niet juist schoongemaakt moet worden. De bel je, dan geef je aan wat je wil hebben. Maaltijden, ook bezorgen, thuis. We hebben ook maaltijdswagens die in de wijk komen, dat je het kan halen. Dus het is heel, ook aanschaf maaltijden. Dus het is heel intensief, ligt eraan wat je nodig hebt. Het is per persoon anders. Stel als er bij jou een lampje gehangen moet worden, dan kun je bellen en dan komen mensen en die doen dat voor je. Of je tuin moet gedaan worden. Ik ben Johan Hesper en ik woon in de Vilzigstraat, Rotterdam-West is dat. Wat vindt u dit gezellig hier? Ja, ik vind het heel gezellig en zo. Ik heb het vroeger eigenlijk nooit gedaan, maar nu ik het een paar keer mee heb gemaakt, vind ik het heel erg gezellig en heel erg leuk om het om steeds hier naartoe te gaan en zo. Wat vind je van het eten zelf? Ja, het eten was best wel goed en zo. Ja, best wel lekker en zo. Ik ben Corrie de Groot. Ik woon aan de Heemraadsingel. En ik woon al 36 jaar hier in deze buurt. Wat vind je van dit projectje? Dat ze met z'n allen eten? Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Dat hebben we met de aanschuifmaaltijden via de Zorg Vrijstaat een keer geprobeerd. Al een paar keer. En wij kregen toen niet zo voor elkaar om voldoende koks te vinden. Vrijwilligers die kok willen zijn. En genoeg mensen die willen komen eten. En toen kwam de stichting Tante Corrie kwam bij ons vragen of wij dat met hen samen wilden doen. Dus wij hebben deze ruimte, wij huurden deze ruimte. En dan mogen zij hier die 2 keer aanschuifmaaltijden per week organiseren. Komt hij zelf ook nog elke week? Ik probeer elke week 1 keer te komen. Ja, niet 2 keer per week. En is het altijd zo druk als vandaag? Nee, het is niet altijd zo druk. Soms komen er maar een stuk of 3 mensen of 5. Nou, dit is nu wel veel. Want deze dames hebben al gezegd dat ze het zo leuk vinden hier en dat ze willen komen. En wij zijn eigenlijk bezig om te zoeken naar mensen die het leuk vinden om hier te komen eten. En vooral mensen die eigenlijk vrij alleen zijn of alleen wonen. En dat is niet altijd nog makkelijk om die mensen te vinden. Ik ging op bezoek bij 3 gedreven ondernemers die historisch Delfshaven en hun onderneming nog beter op de kaart willen zetten. Este amor tan fatal que atenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias vehementes, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote todo tu pasado y presente.
Ja, joh, kom door. Nee, natuurlijk nog wel. Nou, ik zal even uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Kun je even voorstellen? Petra Jongmans, sieraadontwerper. Wat gebeurt er allemaal, Petra, vandaag? Wat gebeurt er allemaal vandaag? Nou, er gebeurt vandaag van alles. Ik open eindelijk na 2 jaar mijn eigen zaak hier aan de Voorstraat nummer 7 als sieraadontwerper. Daarnaast heb ik een tentoonstelling samen met mijn vriendin Anneke Posma over porselein en zilver. En dat is een hele mooie zomerse combinatie. En Anneke heeft allemaal hele mooie porseleinen doosjes gemaakt waarin sieraden passen, maar waarbij ook porseleinen elementen zitten waar we de komende maanden met elkaar gaan experimenteren hoe we zilver en porselein kunnen combineren en vormen naar een sieraad. Daarnaast hebben wij een terras aan het water wat aansluit op het pand hiernaast. En het pand hiernaast, Voorstraat nummer 5, is van Wouter Wevers Betting van Galerie Aalbrecht. En Wouter heeft het hele pand van boven naar beneden verbouwd. En is beneden een dependance begonnen met beelden. Dependance van Galerie Aalbrecht. En die heeft vandaag een tentoonstelling met beelden van 2 kunstenaars. En die tentoonstelling heet Onder de Vleugels van Aalbrecht. Kunt u wat vertellen over vandaag? Wat gaat er gebeuren? Oh, ja, nou, we hebben heel veel mensen uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zowel bij de opening bij Petra als bij mij. En wat er verder gaat gebeuren, nou, dat weet ik niet. Het is nu nog stil, maar dat kan over een half uur propvol zijn. Maar we hebben veel uitnodigingen verzonden. Dus ik vermoed wel dat er een aantal cliëntelen en kunstenaars en zo komen. Is het een nieuw werk wat hier hangt? Is het ook een opening? Nou, de beelden zijn nieuw. Schilderijen die zijn al wat ouder. Die komen uit mijn eigen collectie. Wilt u wat vertellen over het brons, de beelden? Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Dat is Karen van Ommeren. Ze is aanwezig, maar ze is nu aan de overkant in een andere zaak. Maar die komt zo meteen terug, dus kunnen we nog wat dingen aan de vragen. Maar Karen die werkt heel veel met unica en in steen en in marmer en in graniet. En Evert ten Hartog, dat is die landende uil over daar, die werkt hoofdzakelijk in brons. Singeldingen is weer van start gegaan. Wat brengt deze zomer? Nee, niet elke dag. Maar deze zomer wel veel. We zitten hier elke woensdagmiddag bij Singeldingen. We verzorgen het kinderprogramma van de woensdagmiddagen. En nog een paar keer op een zondag. En wat is Singeldingen allemaal? Singeldingen, dat is hier elke zomer. En dan staat de kiosk er. En er gebeurt er van alles voor kinderen en voor volwassenen. Je kunt hier eten, je kunt er wat drinken. Er is af en toe muziek. En woensdagmiddag is er iets voor kinderen. Nee, dit is, we staan hier natuurlijk alleen maar in de voorzomer. Het einde van het voorjaar. Dus in die periode dan doen we dit elke dag. Ja. En jullie gaan zaterdag barbecue, zei je net. Dus elke zaterdag ook. Zodra het maar een beetje lekker weer is, dan willen we wel daar iets doen. Dus in ieder geval op zaterdag. Ik heb vorige week zondag was het ook lekker weer. Toen had ik hem toch staan, dus dan zet ik hem gewoon aan. Wat vindt u dat Singeldingen dit organiseert? Superleuk. En komt hij elke jaar dan? Ja. Sinds dat het bestaat zijn we hier ieder jaar. En vind jij het ook leuk? We komen ook voor andere activiteiten. En als het er is, dan komen we altijd eventjes kijken wat er is en of de kinderen er zin in hebben. En hij had nu wel zin in buttons maken. Ja.
Wat doen jullie allemaal? We hebben hier al 7 seizoenen een kiosk. Die zie je daar. En daar kan je lokaal lekkers kopen, koffie drinken, thee drinken. We maken programma. Dus wat je daar onder andere ziet, dat is de woensdagmiddag dingen waar vaak mooie dingen worden geknutseld. Even zien. Morgen gaan we, dat is heel leuk ook, gaan we een voertuig maken. En dat, daar werken we de komende weken aan. En we hopen dat het aan het einde dat voertuig ook echt over het pad kan gaan rijden. Wij maken de heuvels mooi en proberen dat de kinderen daar lekker op kunnen spelen. Ja, zo. Als single dingen weg is, dan zijn we er gewoon niet, zeg maar. Maar we zijn ondertussen wel bezig om een meer permanente plek te maken, het Wijkpaleis. En dat proberen we te maken op de Middellandstraat, naast Dirk. Daar proberen we een plek te maken die het hele jaar rond gaat. En dan nu, wat praat wat? Vanaf de Grote Markt aan het Visserijplein. Wat doet u dit jaar met vakantie? Wij gaan niet op vakantie. Ik vertrek dinsdag voor een korte rondreis door Roemenië. Zo, dat is leuk. Verder heb ik geen plannen. Wat zijn jouw vakantieplannen voor dit jaar? Heb ik niet. Ik ga altijd onverwachts. Als het in me opkomt ineens. Om de zomer nog even richting Italië te gaan, naar Cinque Terre. Ja. Mooie omgeving. Bergen, natuur en natuurlijk het lekkere eten en de zon van Italië. Dat blijft trekken. Ga ik graag naartoe. Als je dan onverwachts op vakantie gaat, waar ga je dan naartoe? Ja, weet ik ook niet. Meestal Italië, Spanje of Amerika. Oké, okay, en hou je dan van een avontuurlijke vakantie? Ja, een avontuur bedoelt... Met de tent? Nee. Ander avontuur bedoel ik. Meestal naar Turkije. Oh, ik ga naar Caverië. 3 weken. Zo, en wanneer gaat u daar naartoe? Eind juli. En jij bent er dan al, hè? Ja. Ja, jij gaat eerder? Ja, dus we gaan half juni al. Oh, oké, en bent u er al een keer eerder geweest? Nee, ik ga voor het eerst. Voor de eerste keer? Voor de eerste keer. En haar moeder komt daar vandaan. Ja. Ja, dus ik ga mijn moeder spreekt al die taal. Ik die 44 jaar op vakantie. 1 keer vakantie. U bent nog maar 1 keer op vakantie geweest? Ja, 44 jaar. 1 keer vakantie. Voor het zoveelste jaar weer naar Spanje. Weer naar Spanje? Ja. En daar hebben wij, daar huren wij een appartement. En daar komen wij al... 6e, 7e jaar nu al. Ja, ja. En het bevalt ons perfect. Dus. Wanneer bent u voor het laatst op vakantie geweest? 20 jaar. 20 jaar geleden? En waar bent u toen naartoe gegaan? Irak. In Irak? Ja. En komt u daar vandaan? Ja. Nou, ik heb de hele wereld al gezien, sorry. Nee, dit jaar zo en zo gaan we niet. Ja, dat weet ik nog niet. U weet het nog niet. En waar zou u naartoe willen gaan? Naar een heel warm land. Gewoon liever naar mijn ouders toe en in mijn huis even tijd doorbrengen. Maar met mijn ouders, met mijn zussen. Dat is voor mij op dit moment wel vakantie. Ja, okay. Omdat mijn ouders leven gelukkig nog. Ja. En dan, ja, je ziet zeker bij zoveel tijden dus. Ja. Ik ben naar Suriname geweest en... Een keer ben ik naar India geweest, dus ja. Zo? Ja. En hoe was dat in India? Het was heel leuk, ja. Ja? Heel mooi, ja. Bijzondere vakantie? Het was heel bijzonder, ja. Het is wel, van onze volk is het wel leuk om 1 keer India te zien te hebben. Maar niet met de tent weg. Met de tent? Ja. Hey, die is van pad af hoor, John. Nee. Mijn vrouw zou wel eens graag naar een camping willen. Maar ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind het verschrikkelijk. Oké, slechte ervaringen mee. Nou, niet slechte ervaring. Mijn moeder ging altijd met de caravan weg. Hè? En dan, mijn moeder stond... Je hebt 2 hele mooie campings. Dat is eentje in Denemarken en eentje in Zwitserland. Maar dan ga je s'morgens, moet je gaan douchen naar zo'n centraal punt, hè? Weet je wel? Ja. En dan staat er zo'n dikke Duitser. Die staat even een poepie onder de douche en die staat te pissen. En dan loopt zo langs mijn voeten. Daar heb ik helemaal geen zin in, jongen. Nee. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. Graag tot aanstaande donderdag. Ken ik meteen Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Achterbuurt van Rotterdam, ze hebben gaten in je oude lijf geslagen. Het was op het...